Het Van der Valk Hotel Tiel is al vele jaren een bekend stukje Tiel. En sinds kort vinden er nogal ingrijpende verbouwingen plaats. Er wordt zelfs een hoteltoren langs de A15 gebouwd. Tiel krijgt een nieuwe horizon en landmark. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal en wat gaat er veranderen? In Op de Hoogte geven we je wekelijks een uniek kijkje in de keuken bij Nederlands leukste en meest gastvrije horecafamilie. Deze week maken we kennis met enkele medewerkers, waarvan sommigen al jaren werken in het hotel. Wat maakt het werken zo leuk? En waarom kozen ze voor het hotelvak? Je leert gasten enorm goed kennen of goed kennen, maar wat ze willen. En het is natuurlijk ook een uitdaging om zo snel mogelijk te kunnen aan te voelen wat gasten willen op dat moment. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk. En ik vind het altijd leuk om iedere dag nieuwe gasten te ontmoeten. En soms komen er weer gasten die komen. We hebben gasten die komen iedere zondag en die herkennen je ook. En wij herkennen hun natuurlijk ook. En dan ontvang je ze gewoon en dan even een praatje en dat vinden de gasten ook leuk. Ik ken ze niet persoonlijk, maar dan hebben we meestal wel bijnamen ervoor. Dus dan zeggen van, oh, de rode wijntjes zijn er weer of de twee witte wijntjes. Of je hebt allemaal wel speciale namen voor ze. Ik bedoel, van je weet gewoon als ze binnenkomen, van je hoeft niet eens meer te vragen wat ze nemen, want je kunt het gewoon brengen. Dus ik heb ook vreselijk veel plezier in mijn werk, maar je maakt iedere dag wat mee. Omdat je zoveel verschillende mensen tegenkomt en zulke leuke gasten aan de balie hebt. En daar wil je alles voor doen om naar de zin te maken. En ja, dat vind ik heerlijk. En als die mensen genieten, dan geniet ik ook. En leuke dingen zijn natuurlijk altijd als gasten van tevoren als verrassing een suite boeken. Een huwelijksaanzoek en dat die hele kamer versierd wordt. En dat doen we dan ook helemaal aan mee. Dat vind ik helemaal geweldig. En dan foto's maken van de kamer. Ja, dat is heel mooi. Nou, je maakt van allerlei soorten gasten mee. Het zijn internationale. Je ziet eigenlijk van allerlei soorten mensen. Tussen de vaste gasten zijn natuurlijk ook vele BN'ers. Zoals onder andere Annie Schilder, die ooit roomservice kreeg voor twee personen. Hans Kraai senior was er altijd op zondagochtend voor het ontbijtbuffet met zijn vrouw. Vaste prik. Daarna gingen ze samen naar een voetbalwedstrijd kijken. In de kamer van André Hazes troffen de kamermeisjes op het tapijt bosse haren aan van de volkszanger. Of hij zelf zijn haren daar knipte is tot op de dag van vandaag een raadsel. Overigens was André Hazes fan van mevrouw Toos van der Valk. Frans Bauer werd ooit aangetroffen in het restaurant met een grote boodschappentas naast zich op de stoel. Nee, hij ging niet picknicken, maar had zijn complete boekhouding bij zich. Jochem van Gelder, die enkele kilometers verderop woont, trad op tijdens het huwelijksfeest van Gertjan en Elfie van der Valk, vlak nadat ze het hotel opende, begin jaren 80. En tot op de dag van vandaag is hij een graag geziene gast. En zo waren er nog veel meer BN'ers en evenzo leuke verhalen. Maar daar kunnen we met het oog op de privacy helaas niets over vertellen. Wat we wel kunnen vertellen is dat Hotel Tiel volop nieuwe medewerkers werft. Ik ben Caroline Mulder, ik ben P&O-adviseur bij Van der Valk. Ik kom uit Groningen en ben 28 jaar oud. Ik heb een hele diverse baan. Ik regel eigenlijk alles omtrent het personeelsbeleid van Hotel Tiel. En ik heb eigenlijk contact met alle afdelingen en functies. En Caroline doet dat niet alleen. Ze wordt hierin gesteund door de Tielse Olivia Blijdenstein. We zijn op dit moment op zoek naar vooral managementfuncties. Die kan iedereen terugvinden op onze website. Maar in de toekomst zullen we voornamelijk op zoek zijn naar medewerkers in de afdeling bediening en keuken en housekeeping. Open sollicitaties sturen via de website kan ook. Alleen is het wel heel belangrijk dat de afdeling goed genoemd wordt. En dat je een complete sollicitatie stuurt met cv en profielfoto. En natuurlijk uiteraard de motivatie. Volgende week in Op de Hoogte. Hoog bezoek. De minister komt naar Tiel en komt langs voor een afspraak. Gertjan van der Valk vindt dit een mooie aangelegenheid om haar te spreken over de lelijke geluidswallen langs de A15. Die volgens Gertjan een doorn in het oog zijn van vele Tielenaren. Dit moet volgens hem anders kunnen. En hij neemt het voortouw hierin verandering te brengen. Dit en meer in de volgende Op de Hoogte. Graag tot dan.